Nou, hier liggen de vier van de 27 die in Zandvoort wonen. Hé, mannen. Gezellig hoor, die hertjes in het dorp. Maar hertenfluisteraar Willem houdt ze hard vast. Want de toeristen komen straks weer in grote getalen naar het dorp. En die gaan ze vast en zeker weer lokken met eten. Herten moet je niet voeren. Waarom niet? Nou, omdat ze weten hun eigen voedsel wel te vinden. Het is gewoonte geworden. Ja, mensen willen die herten voeren omdat ze denken dat ze honger hebben. Maar ze hebben geen honger. En vaak is het ook om een selfie te maken. Er liefst bovenop zitten. Maar daar zijn die dieren niet voor. De herten schrikken ervan en kunnen zo voor gevaarlijke situaties in het verkeer zorgen. Zoals vorige week nog. 50 man stappen uit een bus en die lopen op 3 herten af. En die lopen dus de Verlendeweg op. Nou, dat is vraag om ongelukken. Ook bij de Zandvoortse dierenwinkel krijgen ze de laatste weken weer diezelfde vraag. Ik wil graag de herten voeren, wat kan ik ze geven? Nou, liever helemaal niks eigenlijk hoor. Want zo gevaarlijk is het wel hier in het dorp dat als je ze geeft en voor de auto's. Ik vind het heel erg gevaarlijk. Ik moet het niet doen. Zo, mevrouw, komt u de herten even voeren? Nee hoor, dat ga ik absoluut niet doen. Want herten voeren, dat vind ik zo'n onzin. Die vinden hun eigen eten wel. Zijn het vooral mensen uit Zandvoort of voornamelijk toeristen die nu met dit mooie weer hier naartoe komen en denken van ik ga ze eens even voeren? Nou, het is eigenlijk beide. Ik heb hier bewoners in de winkel die herten willen voeren, ook de vossen willen voeren. En... Mag ook niet? Nou, zo vind ik ook niet zo verstandig. U heeft nooit een broodje kaas zo? Nee, echt niet. Nee, daar begin ik niet aan. Nee, ik zet zelfs geen viooltje in mijn tuin, want dan komen ze in mijn tuin om viooltjes op te eten. Vind ik zonde. Kortom, voor de toeristen ook even de Engelse vertaling. Foto, filmpje maken mag, hou afstand, rij voorzichtig en hou je honden vast.